Gerrit, jij bent aan de lijn, klopt dat? Ja, dat klopt. Ik begrijp, jij hebt ook een verlies geleden. Ja, het is dus zo, ik probeer in te loggen op het internet. Ja. Nou, dat ging gisteren nog prima. Alleen nu zegt hij inlognaam ongeldig en dan geeft hij een soort foutmelding. En dan ken ik dus niet bij mijn e-mail. Vandaar dat ik denk, ik bel even de helpdesk. Heb je op een of andere manier een soort troost ergens? Wat zeg je? Een soort troost. Nou, troost. Ik heb gewoon een concrete vraag. Ik wil gewoon even weten, hoe kom ik op internet? Anders kom ik niet bij mijn e-mail. Lijkt me duidelijk. Zit je daar nog steeds mee met die vraag? Ja, daarom bel ik jullie helpdesk. Omdat ik gewoon een concrete vraag heb. Hoe krijg ik weer verbinding met het internet? Hoe moet je nou met zo'n vraag omgaan? Ik vind het een hele wezenlijke vraag die we ons aan de ene kant niet vaak genoeg kunnen stellen, vind ik zelf. Want die vraag mag gesteld worden. En tegelijkertijd moeten we ook durven accepteren dat er vragen zijn waar je gewoon geen antwoord op krijgt. En dit is nou zo'n vraag. Waarom grijpt God niet in? Waarom staat hij toe? Ja, waarom staat hij toe? Ja, sorry hoor dat ik even onderbreek, maar ik hoor jullie praten allemaal in termen van God. Jij niet? Nee, ik niet, nee. Dus doe maar even lekker normaal. Dan geef me gewoon een paar technische tips, zodat ik mijn e-mail weer kan checken. Alsjeblieft zeg. Als jij het goed vindt, dan bellen we je straks even terug om er wat door te praten. Vind je dat goed? Ja, graag, ja. Oké, doen we. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En ik hoop tot volgende week bij Helpdesk Live.